Misschien als je nog wat effectiever iets wilt hebben. Je kan gewoon iets maken van Dance Den met like, een programma dat die hyperspace, hyperdrive kan gebruiken. Ja. I'm so lonely. I'm so... En dat is waarom... Dus, misschien moest Star Wars een beetje duidelijker zijn waarom hyperdrive nooit gebruikt wordt als ding. Right. Nou, dat ruined Johnson vooral random state. Dat is ook de ding waar nu ik over nadenk. Want dat is het ding. Is like, zelfs al zou Star Wars like, in het begin al die dingen... Like, je hebt al 6 films gehad, toch? Ja. Plus de Clone Wars series. Oh, we maar hadden ook de Extended Universe, maar toen zeiden mensen fuck Extended Universe. Kijk, dat is wat ik wil zeggen. Dus we hebben zoveel fucking series gehad, maar we dus nooit die hyperdrive hebben meegemaakt. Oh, daar gaat een andere controle. Ja, deze controle heb ik zo vaak laten vallen. Ik heb deze controle geheat. Well, nee, we hebben zoveel fucking like, series gehad, zoveel lore gekregen, toch? Waar ze dus die hyperdrive niet gebruiken. Ja. Dus je zou afvragen, dit moet de reden zijn daarvoor, toch? Misschien als tijd George Lucas erbij komt schrijven, je gebruikt hyperspace voor deze redenen niet. Mm-hmm. Maar zoals dat ze Ryan Johnson wil op gaan plassen en nog steeds gaan doen. Ja, toch. Ik vind de naam Ruben Johnson perfect. Ja. Ruben Johnson. Wat is ook weer de naam? J.J.R. Martin? J.J.R. Cox? J.J. Abrams. It's good to have you back. Sorry I came alone. Made him proud. Wat hebben we nog te doen? J.J. Mimicker. J.J. Copywriter. Ja, copywriter. Maar laten we eerlijk zijn. What the fuck heeft hoeveel fucking films al die dingen gedaan? Episode 4 is gewoon een naammaak van episode 4. Episode 7 is gewoon een naammaak van episode 4. En episode 9 is een naammaak van episode 4. Waarom krijg jij de wapen en ik niet? Misschien als je op de computer het kan zetten. Hij heeft 2 tekenen. Ik weet niet of we in deze schip moeten zitten. Oh, wacht, ik word oké. Okay. Get in. Get in, jackass. Come on, Jess, you can do it. Erin. Ik klik bij. Wow. So what? Well, Jess, you can't do it. Dat is verkeerd nog. I'll figure it out. Okay. Hunters between us and the jammer. Copy 2-7, help is on the way. Sending coordinates for the fire tower. Go get those troopers unstuck. Oh, and don't fall in love with my voice. The closer you get to your jammer, the more the reception is going to get. Check out. Hey, you're the only competent person here. Good luck, Jess. Fucking idiot. Oh ja, ik herinner me deze missie nog. Oh shit. Ik ben helemaal vergeten dat dit bestond. Zennis. Hou er niet van, hoe lijkt de film? Mensen zien het best. Het is mensen in de achtergrond haten zelfs like Star Wars in turn off. Ja, toch? En dat is de enige reden waarom het zo geliefd is. Is omdat, like, you know, everybody. The term, wat was het? Iedereen krijgt een trofee met kracht, weet je wel? Ja. Je hebt geprobeerd, dat is fijn. Sword and Shield is een goed spel, want je hebt geprobeerd een leuk spel te maken. De eerste is een brand recognition, de tweede is gewoon. Mensen houden van ironie, of van ironie, of van like, wat is het, a deconstruction. Subverting expectations. Maar ze boeien niet echt hoe het is gedaan ofzo, het verhaal eigenlijk goed is. Dus ik heb het ook met anime, want mensen hebben zoiets van, deze anime is goed, dat is een deconstruction. Maar dan moet ik aan hen vragen, als dit de norm was, en niet de deconstruction, vind je het dan leuk? Deconstruction is een andere manier om te zeggen, ik ben een fucking hipster. Want het is like, dit komt met deconstruction in mijn mening. Is like, als het verhaal, als het enige ding is wat je leuk vindt, is deconstruction. Dat is dus niet goed voor mij. Want dat betekent gewoon dat je het alleen maar leuk vindt omdat een ander ding bestaat waar veel te vaak iets gedaan wordt, weet je wel? Dus het lijkt meer als je kijkt uit spijt of zoiets, weet je wel? Yeah.
lees je ergens op de kop, dit is shit. Awww. Oh. Oh. Dit is boring. Doe het, gelukkig. Mijn mom. Mijn moeder niet. Oh, geen jetpack. Ik mis de jetpacks nu al. Alright. We krijgen we naar plaats. Sprint. Ja. Zodat ik normaal kan doen. Waarom kun je niet sprinten? Ik snap er niks van. We kunnen normaal sprinten een hele vier, maar ik dacht de eerste keer dat we kunnen sprinten in een hele spel. You know, als eerste keer ik eigenlijk muziek hoor in het spel. Wel, het komt omdat er geluid, dat ik geluid uit de geluidstukje zat, dus daar hoor je bijna niks. Oh, nu wil ik de jetpack wel gaan gebruiken in plaats van de sprinten. Ik weet dat het sprinten is. Wat jammer is, want ik vind het hele soundtrack wel goed. Ik dus, kan het niet horen. Stay down, we just gotta hold out a little longer. Dit is niet hele atmosfeermuziek, dus dit weet je wel. Ja, het is legit dat ik niet mag. Want like, atmosfeermuziek kan goed zijn, is gewoon wanneer het constant op elke moment is, dan wordt het gewoon saai. Zoals de basispet of zoiets, waar je like. Want wanneer bijvoorbeeld The Witcher 1 aan het spelen bent, weet je wat je dan de hele tijd krijgt te horen? Is, zeg maar, wanneer door een stad heen loopt, de fucking dorp of zo, krijg je deze menacing muziek. Like, oh no! What happened? Oh no! Oh no! You decked me in the snars! Is he dood? Oh nee, like, fuck. I'm dead. Leef je nog? Ik heb het. Ik klok hem wel. Oké, ik heb geen wapens meer, ik wil alle kanten. Fuck! I beat him! Oh fuck, is another! It's always another! Hey, dickhead, ik ben hier. Quickly, Jess, kill it before it kills you. Have it, Jess, you bitch. Failure! Oh, there we go. Ik kan niks zeggen dat we komen ons limited zijn. Dus toen moet ik jou gaan doden. Ik ben de enige die dit kan doen, oké? Volgens mij zijn er nog een paar hunters. Ja, er zijn er toch een paar hunters. Ah, er zijn er vier van. Hologram. Woe! Ja, we get fucked. Sprint. Hoe leeft hij nog? De jetpack. Ah, ik ben dood. Run away! Run away! No! Run away, you jackass! We moeten weer vier hunters bestrijden, want jullie... Je hebt een sprint! Ga sprinten! Sprint. Dash! Ik ben dash! I can run? Zeker. Ik moet maar een raket werpen tot ik krijg, anders dan... Ik zoek wel voor hem en dan... schiet hij op mij wel, niet op jou. For the motherland! For the motherland! Jammers on the upper level. We'll never forget your sacrifice, Ennis. En nu mijn zesde gaan we lijken zoeken voor dat ene wapen. After you, Lieutenant. So, wat vind jij van like, het wapensysteem van Halo, met wat je met twee wapens max kan hebben en zo? Wel, in het geval van dit, like, wanneer ik erop kan spelen, is heel oké, okay, maar normaal gesproken. Het is een beetje nep. Namelijk Doom heb gespeeld, dus ik, Ja, want daar met Doom heb je het best wel druk van de weapon die man shit. Dat is fucking veel beter. Ik heb ze koop, dus het maakt niet echt uit met de weapon reel, want je hebt gewoon. Het, like, je kan het spel niet stilzetten omdat je de weapon reel hebt, weet je wel? Ja. En dat is logisch voor competitive play, weet je wel? Maar wanneer je de main campaign doet, ja, het is gewoon. Oh ja, dat is waar ook in Doom Eternal kun je nu de demonen spelen in like versus mode en shit. Dat is cool. Dat is cool. Dat is een wapen. Ook leuk. Hier ook nog? Ik guess de wapens zijn die spannen. Nee, die spannen niet. Dat kan je lichaam zoeken. Zit hier, zeg eens. Ook zoek je precies specifiek. De ene alien niet hier. Oh, die staat bij mijn lichaam. Dus we moeten allebei bij de plek dood zijn gaan. Hier. Waar are you? Ik ben hier. Ik zet het plek achter je. There you go, dat is wel goed.
This wapen is cool. Come on, this wapen. I don't know why. Wat? Weet je, dit is anders dan... Jetpack! Oh, jetpack? Wat? Hold on, een fucking... Woo! Moeten we niet doodgaan, hè? Als we doodgaan, dan verliezen we de jetpack. Zullen we de checkpoint vinden? Schip. Woe! Deze schip. Ah, ja. Ga in de meteor. Geef me maar. Ja. We'll take turn. Still alive. Charlie 40 to HQ. We've got incoming hostiles on top of the main Strager building. Requesting immediate assistance. Don't hate Pilo to show. Lobo 6, you're not far from main Strager. See what you can do for those troopers. Come along. Join our pulse. Go up off my sister. Let me go there. It's like the office opening with all my fuck. Fuck Jill. Need Jill? Okay, fuck. Claire. Come along, Aryans first. Aryans first. The Redfield bloodline must be. Must be preserved. Shut up, that's alright. Nou, ze hebben de Cytonic like Thing to remake en zo, dus. Zullen ze ook op een dag like 4 ook gaan remaken of is het dat? Er is geen reden om 4 te remake, maar ik heb. De poorten zijn allemaal genoeg. I guess so, hè. Ik wil... Het is cool aan de hand dat ik een mitrailleur heb met oneindig en helemaal niets, maar... Geef me een bazooka voor fuck's sake met infinite. Weet je hoeveel geld dat kost, Dennis? We kunnen dat niet doen. Friends. Dat is echt toch jazz, dat is niet kapot. Ik vind het een mooie landing. Ik weet waar je het over hebt. Ik weet dat je zit te zeuren, want ik vind de landing hier. Whatever. Oh, ik heb een call voor je dan. Yes, sure. Prepare for emergency, you think. Huh? I'm confused. Eh? Level 6, I'm sending you an evac transport. Oh, hoor ik niet de landen daar? Oké. Okay. Ga eruit, Ennis moet erin. Denk ik. Of wel, is Ennis daar? Ik ben hier. Wat? Hè? Huh? I'm confusion. I cheated the system. I am confused. Go, my trusty steed. Ja, dat doe je met Batman. Damn it! You betrayed me! And he's trying to snipe me from the air! Now it's a jetpack man, he fucking did. The jetpack is gone. Forever. Fucking idiot! Yes, I had that, but... That's the plan now. He's scored and he's up to play. Yeah. Can I come into the two ends? No, absolutely. Niet Sudoku, het is niet Sudoku. Het is Sudoku, het is like, oh my god, die zegt dat het niet, dat het like sample case is een fucking Right, Sudoku. Commit Sudoku, Ennis. Already did, that's right too. Niet zo close to doing with names, ik zie iedereen hier. Heb ik specifiek hentai klaargezet, zo. En iemand wordt gewoon niet afgeleid.
Weet je, zeg, ik zit daar thuis om een fucking scherm te vallen, dus dan zou ik op jouw fucking scherm gaan kijken. Is dat ernst? Wat doe ik nou fout? Nee, het is gewoon een random bol. Ik heb eigenlijk specifiek gewoon een bol. Misschien moet ik niet naar mijn hentai kijken. Je hebt niet eens gezien wat er gebeurde. Je bent gerespawnd en bent door de lucht gevallen. In de midden van de lucht. Ik ben gerespawnd in het fucking lucht. Oh, dat is een do it again. Wat is het? Outstanding move. Hold on. Nee, Oké, kom op. Gewoon een goede landing maken hier. Some point is gonna work. We're gonna make a dramatic landing and everything. Oh, dit is wel een ruimte. Dit is een volgende ruimte overvlekt. Come on. Daar gaan we. Well, I'll be off. Mijn helikopter is hier teruggezet aan het begin van het spel. Ah. You idiot. Take my own helicopter. With blackjack and hoopers. Weet je wat? Nee, ik ga mijn helikopter niet pakken. Ik ga het mensen zelf ontwikkelen. Why can we niet help you now? Nou, want ik wil niet dat, like, weet je wel, dat er een checkpoint gaat resetten dat jij hier naar... I didn't wait to be a pilot. I can see. It's like... Zo meteen kom ik mijn checkpoint gedeelte terecht. En dan ben jij helemaal teruggegaan en zo. Midden in de lucht. I like that. En dat is de brug, man. Ik wil het eens proberen. Oh, you got a bother for me. Waarom zijn er zoveel lijken hier? Lijken van dezelfde persoon ook. Sorry, en op je lijk geland. Dat was perfect. Ja. Ik heb een fucking plasma gedaan, hoor. Ik loop hier doorheen met de foute mentaliteit. Like, dus ik heb een mooi grote map gemaakt met al deze hoeken en gaten. En dan verwacht ik dat ik nog een item of een wapen ga vinden. Ja, soms gebeurt dat wel, maar meestal. I really don't want to die. I like this jet man. Come on, dude. Share your Aryan's sperm already. Yeah. For sake of the motherland. Fuck for the motherland. Fuck for the motherland. Fuck for the Redfield line. Hate the stairs. Ah, oh, Hulk hates the stairs! Volgens heel veel van de website ergens is like the Avengers Endgame de slechtste film van het like tiental like decade, excuseer mij. Nee, Last Jedi komt uit ook, weet je, deze keer. Wat bedoel je, van het jaar? Van het 10 jaar. Nee, want het is het laatste jaar van de decade, Dennis. 2020. No, je kan dat niet fucking zeggen wanneer de Last Jedi bestaat. Ja, toch? Ik
It's like The Last Jedi is a fucking, like a spoof in a, like objective filmmaking, right? Yeah? It's like, zeg wat je wilt, er bestaat objective filmpjes. Er is. Alright. It's a trap! Get the hell out of there! What? Say? It's a trap! A trap? Oh no! Oh fuck. Ze hebben hun eigen jetpacks! Dat is geen jetpacks, dat is een insectwezen. Jetpacks! Ze zijn gewoon, ze zijn. Waarom zijn ze zo met hele link 2 geloof ik? Jetpacks, I tell you! It's true. Good for you, you won! Er zit veel meer even shit op jetpacks, we kunnen gewoon vliegen. We kunnen alleen maar een beetje opvliegen. They fly now! They fly now! They fly now! Man, ik fucking. Alsof die, alsof vliegen alle jetpacks niet had kunnen bestaan in de Star Wars universe. Like, what the fuck? Alright. What the fuck is er voor vet, right? It's like. Weet je wel, dat is wel een probleem met Star Wars. It's like, ze doen alsof deze technologie like een nieuw ding is of zo. It's like. Dit is een sci-fi film met ruimteschepen die like op fucking lightspeed kunnen gaan. Waarom zou jetpacks zo like, bijzonder moeten zijn? Dat is bijna gewoon een ander probleem. Ze doen alsof Star Wars like a Marvel film is of zo, weet je wel? Ja. Het is like, weet je, ik vind Marvel films leuk, maar het is geen Star Wars. Het zijn twee andere dingen. Wat een ding. Het is wel beter met like de one-shot wapens. The beast! Oké, ik mag deze film nu af. Nee. Gelukkig hebben ze geen schilden, dus we kunnen op één plaats van dat. Ja. Als ik ze kan raken. Dus gelukkig hebben ze deze shitty t-shooters. Wat moet daar? Ze hebben wel een meteor, maar ze gebruiken het niet echt goed. Dat is like needle shit. Ah, oh, no, nu hebben ze de needle shit. Ze hadden needle shit al langs, dan kun je gewoon niet gebruikt met het beter. Ziek. Ja. Oh man, Evac. Ik laat me veel denken aan Evac. Er zijn momenten waarbij like, twee personen heel, like, domme discussies hebben over like, rare dingen. En omdat het zo fucking lang duurde hun discussie, moesten ze gewoon een liftmuziek erbij doen om duidelijk te maken van fucking hell, dit gaat lang duren. Nou, ik heb gewoon de lift genomen, zeg ik fuck it. Nee, de geelkant is ook genoeg. I killed them all. Good for you. Ik heb nog iets verzameld voor de stupid game. En een shot kan pakken. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ik denk dat er een shot kan was. Ga je met die al? Nee. Ga gewoon in de lift, fuck hem. Oh, I need to kill him. I need to exterminate all of them. Wat is dat gewoon online griespalen? Ik ben echt fucking dom, hè. Je hebt like een kleine brein. Like mini brein. Het enige big brain ding bestaat is alleen maar killen.
De Big Brain bestaat om gewoon schaken zonder beurten. Schaken zonder beurten. Wat een rhythm game is, want elke keer komt er random een licht bol eruit. Wat high production, waardoor je like, alles verandert. Het hele veld om je heen verandert. En je kan dus ook bijvoorbeeld skydive terwijl je aan het schaken bent met oneindig beurten. Zonder beurten, de beurten bestaan niet. Dat is wel boring. Oh fuck! What happened? Ik heb hem volgens mij vanaf gegooid. Jess, kom hier. Jess, kom hier. Why? Hier. Why? Kijk dan. Zie dit. Wanted, right? Wow. Ah, oh, yeah, it's time to kick some ass. Yeah, sure. Waarom anders uit de tas willen? Heb je de fucking, like, staat van onze schip gezien? Nee. Oké, what the fuck is dit? Wat? Oh, dat is een granaat. Je wilt toch een granaat hebben? Je hebt een granaat. Nee, nee, fucking bazooka, je mogol. Ik heb een charge. Je kan begrijpen ook dat like, Star Wars, dat ze geen idee hebben wat ze moeten doen met Star Wars dit of technology. Het is episode 8. Like fucking bombers. Bombers! Nou, de Engels. Het is Wereldoorlog 2, is what the fuck? Ja, dat is die ergste gedeelte gewoon. Ze gebruiken niet die bombers van die Star Wars gebruiken, weet je wel. Want die bestaan nog steeds. Ja. Ik was wat de fuck, wat wil je bereiken hiermee? Wat was je gamecalculator? Maar Rijn Johnson zei zo van, ja, ik vond Wereldoorlog 2 wapens in Star Wars representeren. Wereldoorlog 2. Wereldoorlog 2 is volgens mij in het universum 5000 jaar geleden of zoiets. Exactly. Like, what the fuck denk je? En dan het leukste gedeelte is, dus like, hoe iedereen aan het vragen was, hoe werkte deze fucking shit nou weer, de bombers. En is het like, niet de bedoeling van de bombers dat ze gewoon bommen achterlaten en dat ze doorgaan? Waarom blaast ze zichzelf ermee op? De betere vraag is, waarom de fuck is hun like bomcontainers van PVC gemaakt? Oh, dit is mijn fucking favoriete mee ook, want dat is like, de hele uitleg van hoe ze het eruit schieten, toch? Is like, als je zou bedenken, like, zwaartekracht en shit, dat het helemaal tegenwerkt. Ja. Dat is een gebouw, zijn stevig. Oh, ik bedoel, ze zitten dus de toekomst en steeds pauze gemaakt uit vibranium. Uit. Alles moet gemaakt zijn uit vibranium. Natuurlijk. En blijkbaar moet vibranium ook erg slim maken. Slimmer dan Tony Stark. Ah ja, dat is het ding wat ik niet. Het is like. Ja, dat is wat ik vervelend vind. Is, like, je hebt dan een van like, Afrikaanse persoon of zoiets. Dus van ja, kijk, als jullie witte mensen niet zouden gekomen zijn, dan zouden wij dit ook hebben. It's like, fuck off. No. Oh, Wakanda is iets anders. Wakanda is fucking fictie op zo'n bombers. Het is een fictie in zoveel manieren, maar buiten dat, like, kunnen we ook over hierover praten, like. Like, voordat de blokken kwamen, waren ze niet echt heel erg. Het is de beste manier om te zeggen. De blanken, 1000 jaar geleden, hadden de fucking Romeinse Empire, right? We hadden de Romeinse Empire. Veel meer culturele like, revoluties en alles. Het zijn nog in de tijd van hoofdbewoners. Zo'n beetje, ja. Is like wel de like fucking de Romeinse Empire bestond voor deze shit met de viaducten. Ja. Oh. En al dat fucking met stenen en alles. Het is like, fucking vertel me. Hoe jullie na duizenden jaren dat nog steeds niet hebben. En ik kan misschien, laat ik zo zeggen. Wie weet, misschien is er een waarheid als de blanke mensen nooit was gekomen. Misschien hadden ze op één van deze tijden wel iets gekregen, toch? Ja, like, misschien. Eigenlijk, we kunnen dat ook. Ik zeg dat het niet zo is, want er zijn plekken waar ze nog steeds op heks branden. Dus, weet je, like, ik weet niet, je hebt gelijk. We zitten nu in de middeleeuwen. Dus er is progress. Er is progress. Er is progress, dit was een fucking land. Ja, precies. Wat kunnen wij eraan doen dat we fucking negatieve plan kunnen aanhouden?
Het is niet per se de zwarte mensen, though. Ik zou zeggen meer dat gewoon een tijd, like, hun cultuur en hun tijdperk is en zo. Het zijn nog, met hun landen is het waarschijnlijk moeilijker om, like, shit te doen of zoiets. Like, wij zaten dichtbij aan zee, dat is wat ons, makkelijker maakte. Ja, sommige, laten we zo zeggen, Midden-Afrika is zwart. Midden-Afrika, Midden-Oosten. Ja. Die gedeelten zijn fucked. Maar dat komt op technologische groei. Technologisch en culturistisch groei, zeg dat. Cultuur is ook een heel belangrijk ding. Maar wanneer de Midden-Oosten helemaal gevuld is met allerlei soorten religies, hè? Like, dat in zand. Ah, fuck. Dat in zand, ja. Is dat fucking Midden-Oosten? Is dat je eerste. Is dat volgens mij. Heb je dat safe? Really now? Is dat volgens mij was de Midden-Oosten de plek waar ze beide, like, fucking ding hebben? Islam hebben samen. Maakt het goed. Ik weet het, ik vond het besluit best wel goed. Dat is echt volgend. Volgens mij was het de Midden-Oosten is gevuld dat bij de fucking Christen. We begonnen met Christianity. Judaism was dat ook. En vervolgens heb je ook nog eens, wat is dat dan de religie? Islam. Dat is echt, drie religies zijn daar fucking heel veel. Jihadisten, want de Amerikaanse hebben gebombardeerd. En ik heb steeds helemaal gedacht, ik ben het mee eens. De Crusade was ook een verdediging. Nou, ik ga het zo zeggen. Maar is het net dezelfde de Crusades, weet je wel? Luister, de bombardement in fucking Irak en al dat soort plekken. Zou er niet gebeurd zijn als een of andere flikker met die vliegtuig tegen de torens aanbotste. Dat ook. Er zijn heel veel verschillende problemen wat waar niet over gepraat wordt. Maar het ding is, ze geven Amerika de schuld van de terroristen van Islam. Ondertussen, de christen, de crusades waren ook een oorlog uit verdediging. Je gaat hun dat niet verdedigen. Nee, want... Dus waarom verdedig je de ene en de ander niet? Allebei slecht. Dus bruine mensen zijn goed. Zwarte, bruine mensen zijn goed, maar blanke mensen zijn fout. En het is je hebt fucking gezien toch, hoor, sommige van deze mensen zo erg ding haten, een land waar ze geboren zijn haten, toch? Fucking socialisten en communisten. Is de reden waarom ze Christianity haten? Is voor een of andere reden denken ze dat ze een betere mens zullen zijn als ze gaan denken dat ze voor alles schuldig zijn? Terwijl hun voorouders dat fucking deden. Als ze moeten een idee hebben dat ze iets goed doen in hun leven, weet je wel? We hebben een vijand nodig om goed te kunnen leven of zoiets. Wat een fucking pathetic mindset is. Ja. Het is een mindset van een zwakke norm. Maar zo ga ik waarom sommige mensen die het erg vinden om te sterven in het leven en zo. Want ze hebben steeds van, ik doe wat goeds in het leven, weet je wat ik heb al gedaan. Ja. Maar het is uiteindelijk... Ik dacht dezelfde reden waarom mensen religie doen. Nee, want ze willen het gevoel hebben dat ze iets belangrijks doen in het leven. En dat is een beetje waarom we zeggen dat de leven een soort cult is. Een religie is. Het is de hele gedrag gewoon hetzelfde. Bestaat voor geen andere reden. Get back, you shocker! Punch everything. En weet je wat? Niemand is mee eens met een fucking verdrag. Wat wordt gelaten zien en zo. Met de electie in Engeland, eerlijk gezegd. Maar het maakt me zo fucking. Maar ik snap niet waarom je niet boos kan zijn op terroristen. Alleen omdat ze eerst eraan gevallen. Want het is niet alsof de burgers zoiets hadden van: oké, bombardeer Irak nu. Weet je wel? Ik mag dat fucking. Het is niet alsof ze de overheid aan het aanvallen is van Amerika. En ze vallen de normale mensen aan van Amerika. Nee, ik mag dat niet. Is al je political shit is fijn. Totdat je fucking burger, onschuldige mensen ermee intrekt. Zelfs als ik zeg, laten we zeggen dat we de Islamitische Staten gaan invaden om ervoor te zorgen te gaan stoppen met die bullshit. Nog steeds moet je niet de burgers aanvallen. Ja, precies. Fuck dat. Het is een stuk moeilijker geworden om niet de burgers aan te vallen met de krachtige wapens die we hebben, maar nog steeds. Weet je wel, ik heb zoiets van, zoek een battlefield uit. Legitimate war. Dan. En dat is het ding, dat is waarom ze terroristen doen, want ze gingen juist af voor de burgers, niet voor de. Niet voor de fucking mensen, weet je wel. Ja.
Ik fucking haat dat. Ze worden terroristen voor een reden. Dezelfde reden noemen we ook Antifa-terroristen. Maar... ze vallen onschuldige mensen aan. Niet fucking, weet je wel. Niet de overheid. Zou je best niet mee eens zijn? Ja. Fucking haat het wel. Zeg aan alles. Is dat de seconde dat jij onschuldige mensen meetrekt? Is de seconde dat je mij fucking... mij hebt verloren? Nee. Dat is eigenlijk waar ik gewoon de grens trek. Hey, kom maar. Het is dezelfde reden wanneer. Het is dezelfde reden welke kant je op kiest. Like... nee. Yeah. Onschuldige mensen staan er buiten. Oh man, de rebellen in like, series zijn ook zulke goede mensen. Ze hebben een 4-jarig kind op hoofd. Jeez. Alright. Like, letterlijk, een journalist gaat naar hun troon voor een interview. En zijn like pipes, het hoofd erop, als aan de voorkant. Aan de ingang van hun basis. En het is like, ja, de rebellen zijn de goede rikken. Barbaren is wat ik wil noemen. Maar goed. No, you see, het is hun cultuur, is dus oké. Okay. I guess. Sluit wel. Kijk, we noemen dat barbaren. Ik vind niet dat alle culturen gelijk staan, alright? We hebben onze cultuur ook verbeterd, weet je wel? Like, het duurde onze tijd... Back, zo... get back! Never. I refuse. Die kill. Your mate, then. Die kill. I'm also known as the killer. Die motherfucker. Hij is op telefoon. Stop, Justin. De white man won't hurt you anymore. Ik denk het een beetje een ork. Stop nadenk. It's magic of the white devil. Well, ze hebben dat ook gedaan, hè? Ze van ja, je kan iets like, moeten stoppen met racistische zijn tegen orks. Alright. Want het is ook like een fistfight. En hij lost. Je moet de fistfight overlaten aan mij. Ik heb fucking munten stoot geslagen. Let me forget. Ik hoop het. Oh, het is leuk, want dan heb je gewoon schijt dat er niks gebeurt. Ja? Ik zat te denken om like, alles wel like Halo Reach, like, op een gegeven moment als we like, allebei de Halo Master Chief Collection stream hebben, dan kunnen we like Legendary gaan streamen. Een Legendary run. Doe je Legendary run? Legendary is de moeilijkste difficulty optie in het spel. Oh, geloof me, het is fucking moeilijk. Ik ga zelfs snel dood in die mode. Dan vraag je waarom ik zeg ja. Nou, ik benieuwd wat moet. Wat? Nee. Maar dat is het leuke gedaan, is het leuk om te streamen, want iedereen wordt boos. Ik heb Kingdom Hearts 2 op level 1 gedaan en er is geen zorg, ik weet het niet. Ja, Jesse, dezelfde persoon die ook zegt, Kingdom Hearts 2 was bedoeld met level 1 in gedachten. Dat is wat mensen zeiden. Wat een fucking leuk. I know, right? Wonder we zijn maar gekant opnemen, moet je het toch niet gaan opnemen? We hadden eigenlijk al lang opnieuw moeten beginnen. Oh, wat een lang fucking extra. Ja, ik heb dorst. Ik ga jou niet laten vliegen, ik weet precies wat er gebeurt wanneer jij vliegt. Woedera! Oh god damn it! Vliegen, Olympic Tower? Sinds de Olympische Spelen nog steeds hielden. Kijk, is dat een ding in like, Halo? Like, doen ze de Olympische Spelen op random planeten? Ja. Dus als je naar de Olympische Spelen wilt toe gaan, moet je van één planeet naar een andere planeet toe gaan. Eerlijk gezegd, dat is volgens mij de meest like, moeilijke ding als je erover nadenkt. Is verschillende planeten en dan hebben we ook nog verschillende landen. Elk land moet wel zijn eigen cultuur hebben. Ja, dat is wel heel bevalt, hè, want er staan ook planeten voor verschillende landen of zoiets. Dat is iets wat ze nooit echt over praten in like, sci-fi shit, want duurt verschijnt van mannen en vrouwen. Maar het is gewoon zoiets van... Je zou denken dat ze like, dat elke planeet
een andere like, cultuur heeft. Dus het is wel like, met verschillende landen hetzelfde. Ja. Meestal een like, sci-fi is een planeet gewoon een hele land. Ja. Ja, zeg, ik heb wel eens dat gedachte zeg maar, hoe ze dat zouden moeten behandelen, maar... Ja, misschien is het gewoon een idee dat globalism like, de toekomst wordt of zoiets, maar ja. Het is moeilijk. To be honest, de meer we door verder naar de toekomst gaan zien, we hoe het gaat aflopen. We hebben al een ruimtehotel, hè? Shit. Ja, legit. Like, we zijn aan het bouwen, like, een ruimtehotel. Op Mars, of was het op de maan? Nee, gewoon in de ruimte. In de ruimte? Ja. Oh, dat is cool. Yes. En welke land doet dat? Is het welke land dat doet. Ik weet het, wat was dat ook weer? NASA was het op? Ja. Is het gewoon NASA die zegt van... doet samen met elke andere ruimteorganisaties. Dat zou de enige logische ding zijn. Ja, dus je kan voor €30.000 per persoon hier in de ruimte zien. Een ruimtehotel. Dat is best wel ver gekomen, hè? We zijn niet ver genoeg, laten we eerlijk zijn. Nou, weet je, mijn mening, we zijn niet ver genoeg, want we laten ons niet ver genoeg gaan. We zijn te druk bezig met domme dingen. Right, zoals de fucking klimaatverandering en zo. Nee, nee, niet de klimaatcampagne en shit. Nee, het probleem is, is dat met de klimaatverandering, weet je, we zoeken niet naar oplossingen, we proberen gewoon, de tijd uit te trekken. Ja. Dat is het probleem hier. En de mensen, het ergste is de mensen die juist, voor het klimaat zijn, weet je wel, goede dingen voor het klimaat zijn. Zij doen dat alleen als een fucking, wat doen dat? Als een scapegoat, weet je. De eigenlijke reden is om alleen maar socialism te krijgen. Kijk, nou, zolang je maar één tekst meer doet, is het al probleem op volstens. Nee! Wat ga je er belasting op gooien? Wat als je meer belasting op gooit, dan gaat de overheid het geld aan de goede dingen uit te geven. Wat ga je doen? Dat geld op de aarde planten, zodat je bomen kan laten groeien? Ja, we gaan mensen betalen om bomen te laten groeien. Het is een plan, maar dat doen ze niet. Dat is het probleem. Want ze denken elke keer dat de overheid wel eigenlijk geld voor iets goeds gebruikt. Nee, dat is waarom net de overheid zomaar geld gaat strooien. We zijn niet te vertrouwen. Ja, vanzelf wel eens. Misschien wel, hè. Ja, echt wel. Je schiet heel steeds neer. Je begint te denken dat ik de verkeerde kant sta. Ja, wat doe ik? Ik word beschoten door alle Ah, fuck, ik wilde net eruit gaan. Dus je merkt dat onze animatie op dezelfde fucking tempo gaat. Dat was een perfecte strategie. Just jump out. Just jump out the ship. Kijk. Good luck, Jess. Waarom doe je dat? Je zegt jump out of the ship. We nemen op een veilige locatie, zei je fucking dick. Kijk wat voor moeite je ons hebt gebracht nu. Ik ben klaar. Ik Hoe hoog zijn deze gebouwen? I don't know. Zullen we hier ergens gewoon even gaan stoppen en resetten? No! Let's finish the fucking mission, goddammit! That's the last fucking thing! Yes! Kom maar hier! Jump in! You fucking homebewoner! Toch zou ik zeggen dat ik vind fantasie leuker dan sci-fi. Ja, ben het mee eens. Zij heeft met zijn eigen goede dingen, maar met fantasie. Nee, het voelt alsof de wereldbouw makkelijker is door je meer kan begrijpen hoe alles werkt en zo. Sci-fi is gewoon, je hebt dubbel. Maar dat is ook één ding met sci-fi dat ik ook meestal merk. Het is altijd gefocust meer op politics en planets en shit. Dat is ook zo. En dat is het enige dat ik vooral heb gemerkt. Misschien hoeft niet per se een slecht ding te zijn, tenzij je het gewoon te veel doet. Dat is gewoon het simpel idee is gewoon van planeet naar planeet een simpel reizen is. Dan misschien kan je nog iets ermee gaan doen, zeg maar. Het probleem met het reizen door de ruimte, dat vergeleken met fantasie, is dat de ruimte is meestal leeg. Kijk, wat het idee is, waar mag ik zeggen, ook van planeet naar planeet. Dus je gaat zeg maar niet schip, dan ga je naar de volgende planeet. Ja. Naar de volgende land. En dan ga je gewoon die land exploren. Lijkt de planeet naam dan de land. Niet de fucking cultuur van de planeet, maar van die land waar je zit. Dat is op te denken, want anime heeft heel veel bij een sci-fi. Ja.
so. Not anymore. Hey, you made it. It's a regular family reunion. Keep him. I gave him to you. I'll honor him my own way. George always said he would never leave Reach. Oh, the big man was sentimental. He gave his life thinking he'd just save the planet. We should all be so lucky. We saw him something all in then. Problem so, is that true about conflict rate? Even the most fucked up thing is that compared by my those are senior level communique. I hear what I hear. Point is why put spot. Look at that level. I need that link mijn to Stone father is overleden. Toen ze hem begraven, gelijk de volgende dag daarna, een van mijn oude buurvrouwen, mijn oma's oude buurvrouwen, is ook dood gegaan. Toen ze haar begraven, komt gelijk nog iemand anders, want like, ergens like, per connectie ook nog eens dood gegaan. Drie mensen achter elkaar in één week. Like, what the fuck? Ja. Dus mijn moeder en vader moesten ergens naartoe gaan. Was mij naar mijn oom of zo, waar ze dan. Long for a secure link? Geef ik dat niet. Maar ik moet dat dus even dat thuis opkomen. Ik trace it to us. I could. Noble leader, this is a priority one hail. If you are receiving, acknowledge immediately. Keep it brief. Carter here. Yes, sir. Mm-hmm. We got movement. Multiple Covenant vehicles vacating the area. And they're in a hurry. How often you see Covenant retreat for no reason? Radiation flare. Big. 40 million root guns. Just lost Holland. What's going on? Atomic excitement scrambled the signal. 90 million now. Source? Airborne. Close. How close? That close! Jeez! Als je over nadenkt met deze vrouw, toch? Ja. Ze heeft een andere accent dan alles, hè? Ja. Maar ze zit nog steeds in dezelfde leger, zou ik zeggen. Dat is ik zeg maar een soort equality die ik zou doen. Don't worry, I'm on it. Our best ja, want die grote gast is ook Spaans, geloof ik. Ja. Everybody is on the same team, and nobody fucking cares what they are. Oh ja, dat is your women get your soldier. Done. Dat is ook in het leger van, je bent niet zwart, je bent niet wit, je bent goed, je bent de valide. Precies. Alles wat jij doet als je in de leger zit, is dezelfde vlag volgen als je kan. Where does he get off calling a demolition a priority one? Oh, the fucking sexist! Wow, dat is een clean headshot. No, right? Zoals ik het heb gedaan. Ik wist er fucking uit van lul te zeggen, dat ze even komen opstoot gaan. Luister hier, ik ben de beste sniper van dit team. Niemand verstaat van computers in de sniper. Ik weet niet hoor, ik heb fucking like, 4 headshots gemaakt zonder te proberen. Waar gaat onze stad, Dennis? Ja. Is wel een bodem, bro. Dit is de future, livable ones. Open the borders, they said. Everything will be signed, they said. Oh, it did. Look what happened. Weet je, 2,5 uurtjes over. Dat is een keer de hele film kijken. Als ik het goed heb, deed hij 2,5 uurtjes over. Ja, zoiets. Ja? Ja. Het zijn allemaal verschillende kleine filmpjes samen, though. Oh, nice. Sommige zijn anime. Like, legit anime. Awesome. Dust and Echoes.